Dan terug naar eigen land. Eigen land over het buitenland. Over 3 weken zijn er namelijk verkiezingen. Jij let daar natuurlijk ook op. Vooral die buitenlandse blik. En Geert-Jan, hij is er eens, hè? Die buitenlandse blik. Het gaat erover in de campagne. Nou, nogal. Ik kwam gisteravond blikken en ogen tekort. Omtzigt versus Timmermans. Daar komen we wellicht nog even over te spreken. Maar er was ook nog een ander debat. Het grote veiligheid en defensie verkiezingsdebat. Nou, we weten dat Pieter Omtzigt het heeft over bestaanszekerheid als een grondwettelijke taak. Maar dat geldt in feite ook voor de krijgsmacht. Die moet op zijn minst grondwettelijke taken kunnen uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld het eigen grondgebied beschermen en dat van de bondgenoten verdedigen. Nou, dat gaat niet goed. Die taak kunnen we niet uitvoeren. En dus vroegen we aan een aantal Kamerleden hoe zij daarnaar naar keken, potentiële Kamerleden. Het moet zo snel mogelijk veranderen, stelt Gijs Tuinman van de BBB. Welk jaar? Dat moet vandaag eigenlijk al gebeuren. En de Algemene Rekenkamer heeft in 2022 een hele uitgebreide analyse over gemaakt. En het schokkende nieuws daaruit is dat Nederland niet voldoet aan haar grondwettelijke taak op het gebied van haar defensieorganisatie. En dus vroegen we na afloop van het debat ook aan Casper Veldkamp van NSC. Welk jaar is dit nou geregeld? Ja, dat moet zo snel mogelijk kunnen. Onze krijgsmacht verkeert in een slechte staat door jarenlange verwaarlozing en bezuiniging. Dat is, het beeld is de laatste jaren politiek wel bijgedraaid. Maar we vinden ook dat gezien de onrust in de ring rond Europa, Oekraïne, Nagorno-Karabakh, de ellende in Gaza, dat we echt vrij snel onze defensie op orde moeten hebben. En dus ook onze grondwettelijke verplichtingen wat dit betreft en onze NAVO-verplichtingen wat dit betreft. Ja, zal iedereen het mee eens zijn. Maar het echte antwoord op de vraag, Geert-Jan, heb ik niet goed opgelet of kwam dat niet? Nee, dat kwam niet. Ook niet in het debat. Daar ging het eigenlijk ook helemaal niet zoveel over die grondwettelijke taak. Maar op een gegeven moment is Gijs Tuinman warm gedraaid. Niet de eerste, de beste, heeft de militaire Willemsorde ontvangen. En hij zegt dus, voor onze microfoon, als BBB in het kabinet komt, is de krijgsmacht over 4 jaar weer op orde. En hij zegt ook tegen collega Robert van Loon, ik wil dat militairen weer zichtbaar zijn op straat. Laat ik zo zeggen, dat je elke week als je in je eigen woonplaats of als je met de trein naar kantoor gaat, dat je weer wat militairen ziet. Dus je fietst naar school en er rijdt een tank voorbij. Nou, het hoeft niet alleen een tank te zijn. Hè. Kijk, wat ik denk wat essentieel is, en met BBB zijn we er heel principieel over, dat oorlog en conflict, het is verschrikkelijk, maar het zit in het aard van het beestje, het zit in mensen. Dus conflict en oorlog begint met mensen. Ja, daar zit de twist, maar het eindigt ook altijd daar. He, dus middelen zijn belangrijk. Wat nog veel belangrijker is dat we de genoeg mensen hebben, de juiste mensen hebben en ook met de juiste mindset. Dus aan het eind van deze kabinetsperiode is de Nederlandse defensie op sterkte. Dat beloof ik jou. Een belofte, zo waar. Goed, dat gezegd hebben we. Tot slot naar dat debat dat je eerder aanhaalde. Omtzigt versus Timmermans. Of ja, was het eigenlijk wel versus? Want ze waren het ook over heel veel dingen eens. Ja. Wat viel jou op met de Europese bril op je neus? Nou, jij hebt delen ervan gezien, Thomas, begrijp ik. Mij viel op dat de tijd van Brussel-bashen wel voorbij is. In ieder geval voor deze kandidaten, wat ons ook niet hoeft te verbazen. Want Timmermans is natuurlijk eurocommissaris geweest, vicevoorzitter van de Europese Commissie, Omtzigt 15 jaar in de Raad van Europa. Maar ze hebben het nadrukkelijk over het zoeken naar oplossingen door samen te werken. Kijk alleen al naar het vraagstuk klimaat. Timmermans wil veel meer klimaatplannen en klimaatactie. Omtzigt gaat dat in sommige gevallen iets te snel. Maar wat hij doet, is ook een Europese oplossing. Hij pleit voor normering en geeft als voorbeeld de Europese emissiestandaard. Dus een emissienorm voor voertuigen in de EU. We werken nu toe in Brussel naar euro 7. Nu is er euro 6 en dat betekent dat er auto's de straat op mogen die dan weer minder mogen uitstoten. En dan heb je het dus over een nieuw voorstel op basis van samenwerking en draagvlak. En dat is interessant. Dus het enige verschil is dat Timmermans zegt, ik ben eigenlijk van de stempel, politici moeten leiden, moeten met hun visie een beetje voor de troepen vooruitlopen. Omtzigt zegt, politici hebben een mandaat nodig, draagvlak, de bevolking moet mee. Maar allebei doen ze dat op basis van samenwerking met Europa. En we hebben wellicht gekeken naar een van de twee nieuwe premiers bij dit debat, die ook nog eens allebei Italiaans kunnen. Ik weet niet of de Nederlander daar wat aan heeft. Maar ik vond het dus wel een interessant debat door een Europese samenwerkingsbril gekeken. Geert-Jan Haan, dank je wel. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.